What up YouTube, super tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe serie op mijn kanaal. Mijn naam is Rick en welkom bij Switch Flits. In deze nieuwe serie speel ik een aantal Nintendo Switch games die ik niet in volledige playthrough op mijn kanaal ga zetten, maar die ik toch even aan jullie wil laten zien. En zo kunnen jullie door het kijken van deze video snel bepalen of dit een game is die jij leuk vindt, die je in huis wil halen of niet. Laten we gewoon snel beginnen met de eerste game in deze video. En dat is Box Boy plus Box Girl. Deze game is voor 10 euro verkrijgbaar in de eShop. Er is geen fysieke release. En in deze game ben je een doos. Ja, serieus, zo simpel kan het leven zijn. In het begin kan je kiezen of je met 1 of 2 spelers gaat spelen. Ik ben al wat verder in de game, maar ik loop even terug naar wereld 1. Wat vinden jullie trouwens van mijn character met zijn snapback en zijn lach? Dat zijn customizables, die kan je winnen, die kan je kopen door gewoon te spelen. Dus mijn poppetje ziet er al iets stoerder uit. Het is heel simpel, je moet van links naar rechts in het level. En dat doe je vaak door je doos te vermenigvuldigen. Kijk, dat doe je zo, hop. En dan zouden we deze... Oh ja, dan moeten we die gooien. Ja, zo. En dan kan je zo omhoog. Ja, oké, top. Dus dit is de manier waarop je door de levels heen gaat. Hop, gooien. Bap, bap, bap. Oké, zo simpel ziet het er nu nog uit. Moet ik nog wel even snel door het deurtje heen. Maar dit was dus wereld 1 en dan ook echt het eerste level. Vervolgens wordt het wel iets moeilijker. Laten we bijvoorbeeld hier even gaan kijken. Dan ga ik nu wereld 2 en dan nummertje 3 spelen. Dit is wereld 2, stage 3. We kunnen nu al iets meer bouwen. Kijk, je kan bijvoorbeeld hier dan een blokje opzetten. Ja, moet ik het wel goed doen. Ah! Sorry jongens, het is alweer een tijdje geleden dat ik deze game gespeeld heb. Dus je plaatst je blokje zo op de knop. Hoppakee. Dan doe je dat hier nog een keer. Zo, hoppakee. Dan kan je ook hierop springen. Nice. Ja, dan gaan we hier naartoe. Kunnen we deze pakken? Nee, die kunnen we niet pakken. Dan moet ik denk ik gewoon 2 blokjes zo gooien. Ja, en een klein beetje duwen. Ja, hop. En dan kan ik ook die bonus pakken, dat kroontje. Dat zijn je soort van je bonuspunten, je collectibles, hoe je het noemen wil. En dan doen we dit. En dan kan ik er niet door. Dus ik moest dat vanaf deze kant doen. En dan hier zo deze naar beneden duwen. Oh, en dan had ik nog een blokje nodig. Ah, zie je? Je denkt vaak dat het simpel is, maar dan is het het toch niet helemaal. Dan ga je toch foutjes maken. En dat is best wel leuk aan Box Boy. Dit zijn ook nog best wel makkelijke levels. Laten we even naar een moeilijk level gaan. Ik pak nu gewoon even een level in wereld 6. Deze heb ik blijkbaar al gehaald, maar ik weet niet zo goed wat ik kan verwachten. Dus ik ben benieuwd. Oh, trouwens, er is ook een amiibo van Box Boy. Deze amiibo hoort niet bij de Nintendo Switch game, maar bij de Nintendo 3DS game. Want daar is namelijk ook een Box Boy voor. Toen was het alleen nog Box Boy en nu heeft hij een chickie erbij gekregen. Dus Box Boy plus Box Girl. Oké, let's go. Hoeveel blokjes heb ik? 3? 4. Wat gebeurt als ik 4 blokjes zo gooi? Ja, kijk, 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 kijk. Dit is top. Oké. Dan moet ik dat nu hier ook doen, zodat ik door kan lopen en doorspringen. Yes, ik had eigenlijk ook gewoon 1 blokje kunnen gebruiken. Maar goed. Hé? Oh, dit is niet goed trouwens. Dit is niet goed. Want ik heb namelijk ook een opstapje nodig. Kijk, dit is wel goed. Zo, hoppakee, opstapje erbij. Nice. Nu moeten we dus... Juist. Ik wil dat kroontje eigenlijk ook wel hebben. Ik denk dat ik weer hetzelfde moet doen. Ik denk dat ik weer... Nee. Ja, of hij moet verder weg. Hij moet verder gegooid worden. Kan ook zo. Ja? Ja, kijk, dit is precies goed. Lekker. Oké. Ja, dus ik vind het wel een leuke puzzelgame eigenlijk. Omdat die ook maar een tientje is, weet je wel, denk ik van... Ja, dat is best wel een oké prijs. 10 euro, ik bedoel, ja, weet je. Als je naar de Mac gaat, dan betaal je ook snel 10 euro. Tenminste, ik wel. Ik weet niet, misschien eet ik gewoon heel veel. Dat kan ook. Anyway, dit is het level waar ik nu gebleven ben. Dus even kijken of we die ook nog op kunnen lossen. Wereld 6, stage 5. We hebben hier 5 blokjes. Ik denk dat dit juist... En je kan hem ook gewoon neerzetten, zo, zie je? Dan zet je hem gewoon neer, dan hoef je niet zo moeilijk te doen. Oké, hoe gaan we dit doen? Trappetje of zo? Nee, andersom. Zo, 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 zo. Zo? En dan een beetje duwen. Ja, nice! Oké, ik heb hier denk ik een bruggetje nodig. Die kan ik ook zo neerzetten. Alleen, wacht even. Wacht even, jongens. Ik kan nooit... Kan ik deze jump maken? Ah, yes! Cool. Dan wil ik alleen nog die dus gaan pakken. Dan moet ik deze even gooien. Ja. Wacht. Ah! Nee! Dat werkt dus niet. Kan ik deze gooien? Oh, no! Ah! Is dit hem? Nee! Nee! Ik kan er niet onder. Ik kan gewoon dit doen natuurlijk. Ja, wacht. Ik kan gewoon zo en dan duwen. Ja, ja. Oké. Soms denk je blijkbaar veel te moeilijk.
En dan lukt het toch door iets makkelijker te denken. Nice. En zo kunnen we dus weer door naar het volgende level. Maar dat ga ik niet doen in deze video, want de Switch Fliss is het juiste bedoeling dat we heel snel door verschillende Nintendo Switch games heen gaan. Dus dat, door naar de volgende game. En dat is Assassin's Creed 3 Remastered. En ik ben vooral heel erg benieuwd hoe deze draait op de Nintendo Switch. Dit is trouwens mijn favoriete Assassin's Creed game, Black Flag. Ik heb deze helemaal kapot gespeeld. Ik ben ook wel benieuwd wat jullie favoriete Assassin's Creed game is, jongens. Anyway, hier zit dus Assassin's Creed 3 Remastered in en de Assassin's Creed Liberation Remastered. Maar ik ga gewoon even Assassin's Creed 3 Remastered proberen. En natuurlijk is het geïnspireerd door historische gebeurtenissen en personages, fictieve werken ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd door een multicultureel team van mensen met verschillende geloofs- en levensovertuigingen. Yes! Zo, dat was er even snel uit. Daar gaan we. Assassin's Creed 3 Remastered. Oh, Nederlandse ondertiteling? Dat is wel nice. Dat is wel nice voor de jongere Switch gamers. Maar ik loop op de zaken vooruit. Laat ik bij het begin beginnen. Bij de ontvoering van Desmond Miles, mijn zoon. Oké, dit ziet er oké uit. Oké. Oh man. Nou, oké, dit ziet er wel goed uit. Ik ben benieuwd, jongens. Kan ik dit skippen? Ik kan dit niet skippen. Maar toch ga ik dit voor jullie skippen. Oké, jongens, daar gaan we. Volgens mij is dit het begin van de gameplay. Ik heb deze Assassin's Creed nog nooit gespeeld, hè? Nog nooit. Oh, dit is mijn vader trouwens. William Miles, dat is mijn vader. Dit ben ik volgens mij. Volgens mij is dit Desmond met die tatoeage op zijn arm. Oké, dit is het eerste moment dat we dus in de game zijn. Ik ga eens gewoon eens even een beetje rondlopen. Een beetje kijken hoe dit er allemaal uitziet. Hij heeft wel mooie jeans, jongen. Ik wil zijn jeans. Ik heb nieuwe kleren nodig, jongens. Ik heb nieuwe vesten nodig, nieuwe jeans nodig. Mag ik jouw jeans, Desmond? Ik wil het. Dit draait op zich allemaal wel redelijk soepeltjes met de camera en zo. Oké, waar wachten jullie op? Wachten jullie op mij? Dat ik doorloop? Oké. En dan loop ik even door voor jullie, jongens. Ah, kijk, we hebben dat ding van Eden. Die bal. Die bal, daar draait het allemaal om, toch? In Assassin's Creed. Yeah. Hoppa. Doet hij even, hoor. Oké, jongens, maar ik kom even bij jullie terug op het moment dat ik ook echt de assassin ben, oké? Want ik wil gewoon even rondlopen, rondrennen, klimmen, klauteren, dat wil ik allemaal gaan doen. Oké, ongeveer 5 minuten later mogen we gaan klimmen en klauteren, maar doen we dat in de Animus. En nog niet in die mooie historische werelden die we van Assassin's Creed krijgen. Dat vind ik het mooiste aan de Assassin's Creed games. Gewoon heel die wereld, heel die geschiedenis van al die landen, van al die culturen, dat vind ik het allertofste aan Assassin's Creed. Goed, daar zijn we dus nog niet. Maar daar gaan we hopelijk straks wel komen. Vrierende. Hop, hop, hop. Kijk hem. Deze boy sport meer dan ik, jongens. Moeten we onze eerste vijanden gaan verslaan. Hoppa. Nice. En nog één. Hoppakee. Dikke doei, jongen. Oké, maar nu wil ik echt die historische wereld van Assassin's Creed 3 Remastered gaan zien. Wow, en toen waren we opeens Captain Jack Sparrow. Maar dan zonder mooie baard. Volgens mij ben ik nu half aan het synchroniseren met die wereld. Oké, dit begint eruit te zien alsof we in die wereld terecht aan het komen zijn. Ja, kijk. Theater Royal, Covent Garden. Oké, daar zijn we. Moeten we daar naartoe? Oké, we gaan daar naartoe. Mogen we gaan zitten? Ja, hier. Nou, dan ik zal rustig plaatsnemen. Oké, we moeten iemand gaan zoeken. Er zal waarschijnlijk wel een of andere rijke boy zijn. Ja, kijk daar waarschijnlijk. Ja, zie je wel? Die zit weer in een skybox, jongen. Deze man is weer VIP. Ja, gaan we via de trap? Pakken we gewoon de trap? Classy. Oké, jongens, ik vind deze theatervoorstelling niet echt geweldig. Ik ga gewoon even klimmen. Gewoon, niemand ziet mij, hè? Jullie hebben niet door wat ik doe, toch? Ik ga even hier naar boven, ja? Oh, jullie zitten even lekker te bekken hier zo. Hey, houd wel even Peggy 3. Hey, oh, doe eens nog. Oh, mevrouw. Ik heb een kindvriendelijk kanaal, ja. Hou je eens even in, joh. Zo, we zijn weg. Die zien we niet meer, jongens. Oké, kunnen we... Deze is donker? Nee, oké. Ik dacht, misschien kunnen we hier naar binnen. Nee, is deze leeg? Is er een lege kamer? Top. Dan ga ik hier naar binnen. Moeten we alleen nog even aan die kant zien te komen. Slot openen zonder sleutel. Hebben we het gefixt? Ja. Ik weet niet precies hoe, maar we hebben het gefixt, jongens. Oké, nu zijn we backstage. Wie is hier nou de VIP? Jij of ik? Oké, we zijn... Oh, pas op, de maan komt naar beneden, jongens. De maan komt naar beneden. Oké, volgens mij zijn we aangekomen bij die guy. De man met baard. Met grijze baard. Hallo. Ik ben een assassijn. En ik ben hier om u te vermoorden. En daar gaan we. Ei. Dwars door die stoel heen. Hoppakee, oh, we zijn gesnapt. Zo, die guy die zag er eng uit met die ogen. Zag je die ogen? Lijkt wel een White Walker uit Game of Thrones, jongen. Die heeft een partij blauwe ogen.
Hallo, mevrouw. Ik denk dat ik nu heel snel moet maken dat ik wegkom. Ja, sorry mevrouw, ik wil het door. Mevrouw. Laat me... Mevrouw? Oh, wow. Waarom rent die guy weg? Jij maakt je verdacht, vriend. Jij hebt die meneer vermoord. Jij. Waarom ren je? Je kan het gewoon rustig lopen. Heel goed. Heel goed. Pak hem. Het was hij. Het was hij. Het was hem. Hij heeft het gedaan. We zijn bijna bij de uitgang. Oké. En ik denk dat we dan weer terugkomen in de echte wereld, want je ziet het. Volgens mij is de Animus aan het werk. Oh nee, we mogen met de koets mee. Nou, wat aardig. Ik mag een meneertje vermoorden en ik word ook nog gewoon vriendelijk in de koets gelaten. Dit is toch nog wel even een tof stukje hoor. Ja. Als we nog even een klein beetje doorspelen, dan zijn we aan boord van ons schip. En ik vind het toch wel tof. Ik hou van die liedjes die altijd gezongen worden aan boord van die schepen. Oh, ze willen battelen met mij? Piet Piraat wordt boos? Kom dan. Met je bakkes. Hop. Wat denk jij? Hop, kom maar. Deze bal, jongen. Oh, daar is de kapitein, jongens. Daar is de kapitein. Oh, ja, zij vielen mij aan. En dan is dit wel een mooi punt om te stoppen met deze game. Oké, jongens, dat was het begin van Assassin's Creed. Jullie hebben kunnen zien hoe die draait. Hij loopt best soepel. Natuurlijk is het niet zo mooi als de PlayStation 4 en de Xbox One. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon een game uit 2012. Hij is al 7 jaar oud en die is geremasterd. Ik vind het wel heel tof dat er weer een Assassin's Creed game op de Nintendo Switch beschikbaar is. Deze game kost nu €40. Hij is niet full price, maar hij is ook niet super goedkoop. Maar voor wat ik tot nu toe heb gespeeld, draait hij in ieder geval goed. En ik ga hem zeker nog wel even verder spelen. Maar voor nu, door naar de volgende game. En de laatste game in deze video is Tetris 99. Nou, denk je misschien Tetris 99, dat was toch al een oudere game? Dat klopt, maar voor €10 heb je nu ook twee offline modes erbij. Tetris 99 is gratis als je een Nintendo Switch online abonnement hebt. Maar voor €10 kan je dus een CPU-gevecht en een marathon mode erbij kopen. En wij gaan eens even kijken of ik het een beetje kan tegen de CPU. Want online ben ik een keer 8e geëindigd en dat was de hoogste plek waarop ik geëindigd ben online. Dus ik ben heel erg benieuwd of het tegen level 1 CPU beter gaat. Hier kunnen we misschien een beetje oefenen. Want het oefenen, dat miste ik wel een beetje. Want sommige mensen die waren gewoon veel sneller dan ik in deze game. En ja, als je continu tegen snellere mensen moet spelen, dan leer je het ook niet echt hoe je het dan wel moet spelen, vind ik zelf. Nou kan je volgens mij ook andere mensen targeten. Ja, dat gaat dus zo. Dan kan je bijna KO tegenstanders targeten. Of je kan voor badges gaan of aanvallers of willekeurig. Dus ik ga nu voor mensen die bijna KO zijn. Ik denk dat dat voor mij het beste is. Hebben jullie al Tetris 99 gespeeld, jongens? Hebben jullie al gewonnen? Noem je dat in deze game ook een victory royale, net als in Fortnite? Daar ben ik wel benieuwd naar. Zo te zien gaat level 1 op zich wel makkelijk. Want ik word nog niet echt heel erg getarget. Nog 10 spelers! Ja, en bij mijn tegenstanders, ik moet eerlijk zeggen, het ziet er niet echt goed uit bij al mijn tegenstanders, jongens. Oké, jongens. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat CPU level 1 wel redelijk makkelijk is. Ik ben nu echt een kunstwerk aan het bouwen, jongens. Straks ga ik dit alsnog verpesten, hè? Ik ben het echt aan het verpesten, jongens. Ik ben in paniek. Kijk, ik kan die ook niet meer kwijt. Oh, wat ben ik allemaal aan het doen? Oké, focus. Ja! Ik heb gewonnen. Tetris Maximus. Oké, maar... dit was ook niet zo heel moeilijk. Je hebt natuurlijk ook de marathon mode. Daarin moet je het gewoon zo lang mogelijk volhouden. Dat lijkt me niet echt iets voor Switch Flits. De bedoeling is dat we snel door games heen gaan. En niet dat we een marathon gaan doen. Oké, ik doe nog 1 CPU gevecht. En dan heb ik nu het niveau naar level 3 gezet van de CPU. Dit ga ik niet winnen hoor. Ik zit al veel te hoog. Ik geef het natuurlijk nooit op hè. What? Oké, dit bedoel ik dus. Ik blijf mijn best doen. Als ik gewoon een beetje goede steentjes krijg. Als ik een beetje goede... ja, die moet ik hebben. Top. Oké. En nu al die zooi even weghalen hier, Rick. Kom op. Lekker. Heel goed. Deze kan daar. Dan kan deze daar. Dan wil ik deze niet. Ja, oké. Die mag daar. Zo. Ja, kijk, we beginnen nu de puinhoop een beetje op te ruimen. Toppie! Ja, nu gaan we opruimen. Yes! Kijk, dit gaat nu... Now we're talking. Oké. De blokjes komen nu iets sneller naar beneden. Oh, snap. Volgens mij... ik ben enorm getarget nu. Waarom ben ik zo erg getarget? Opeens. Nee. Ah!
Dat ging kapot snel opeens. Ik denk dat ik nog maar even moet gaan oefenen. Anyway, voor 10 euro kan je nu dus ook offline Tetris 99 spelen. En oefenen als je er niet zo goed in bent, net als ik. Jongens, ik hoop dat jullie Switch Blitz een leuke nieuwe rubriek vinden op mijn YouTube kanaal. Volgende week onder andere Team Sonic Racing. En ik ga mijn best doen voor minimaal nog 2 nieuwe toffe games om jullie in een flits te laten zien. Doe even een blauw duimpje omhoog en deel deze video. Als je deze nieuwe rubriek tof vindt, zou ik super leuk vinden. Abonneer op mijn kanaal en wil je me live zien streamen, volg me dan ook op twitch.tv/RickAtYou. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Muscle!